allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van On The Go. Dit is mijn tweede aflevering en ik ben super blij, want nadat de eerste aflevering online kwam, heb ik heel erg vaak de vraag gekregen, wanneer komt er weer een aflevering online? En als je zelf een serie bedenkt, is dat gewoon super leuk, dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik vind het ook super leuk, lekker wat anders dan alleen maar een simpele shopblog, maar er gaat wel veel tijd in zitten. Dus vandaar dat je deze serie niet super vaak ziet, maar ik blijf het echt proberen te maken. Ik moet alleen zeggen, ik vind het moeilijk, aangezien het echt On The Go is. Om bijvoorbeeld iets voor de derde aflevering te bedenken. Dus laat het vooral weer even weten in de comments. En het liefst niet alleen maar hamburgers en patat. Want dat is wel heel erg ongezond. In de aflevering van vandaag heb ik budget ontbijtjes getest. Ik heb de afgelopen 2,5 week een aantal keer een budget ontbijtje gegeten. Ik ben daarvoor echt speciaal de deur uitgegaan. Want sommige ontbijtjes waren maar tot 10 uur. Andere tot 11 uur en eentje tot 11:30. Ik had ook nog heel erg graag naar Bakker Bart gewild. Maar daar is het tot 10 uur en voor mij was het gewoon heel erg lastig om daar naartoe te gaan. Dus die heb ik overgeslagen, maar ik heb gehoord dat dat ontbijt heel erg lekker schijnt te zijn. Dus ja, dan kun je die nog zelf eventjes gaan testen. Ik ga hem zeker nog wel een keer testen, maar ik wilde deze serie nu gewoon heel erg graag morgen voor jullie dus vandaag online zetten. Ik heb voor jullie alles gefilmd. Het is wel een beetje een uitgebreide review, dus het zal wel een beetje een redelijk lange video zijn. En ik kom op het einde nog even bij jullie terug met mijn eindoordeel. Dus daarvoor spreek ik jullie zo. Dus kijk lekker mee en ik hoop dat jullie het heel erg leuk vinden. Vind je het nou een leuke serie, zou ik het heel erg fijn vinden als je me een duimpje omhoog wil geven. Want ja, dat zou ik gewoon heel erg leuk vinden. Dus veel plezier met kijken. Morning, it's time for me to rise. Sun shines warm, cold and nice. Goedemorgen jongens, vandaag ga ik het IKEA ontbijt testen. Maar ik ben een beetje laat, dus ik ben voor de IKEA brunch gegaan. Deze is dus 3 euro en ik ga even laten zien wat je... krijgt. Sowieso krijg je er een verse jus bij, maar die waren er niet meer. Ik was echt serieus 11:30. Want in Amsterdam kun je nog tot 11:30 deze brunch krijgen. En in andere vestigingen volgens mij tot 10:30. Maar dat weet ik niet zeker. En toen mocht ik gewoon een smoothie uitzoeken. Sorry voor de herrie trouwens, maar ja, IKEA, lekker terug. Ik heb een croissantje die nog een beetje warm is. Twee Kaiser broodjes die wel echt koud zijn. Nog een plakje zalm en een plakje kaas, maar ik heb er dus gewoon 2 gepakt. En ik was gewoon heel benieuwd van ja, kan dat? Nou, dat kon. Tenminste, ze zeiden er niks van. Een omeletje, die lag ook in zo'n bak. Het is echt een buffet. En dan heb je boter en jam. Dus je hebt best wel genoeg voor op je broodjes, zeg maar. En je krijgt er dan dus geen koffie of thee bij, maar dat is wel bij dat andere 1 euro menu. En het broodje voelt best wel vers. Ik vind het wel jammer, want ik hou echt best wel... Ik hou niet echt van witte keizerbroodjes. En ik zou chiller vinden als je ook bruin brood kon krijgen, maar dat is hier dan niet. Of niet binnen dit budget. En... dit is best wel een dikke plak zalm trouwens. Super chill. Ja, maar dit is gewoon echt heel lekker. Ik vind trouwens dat de zalm wel echt heel erg naar zalm smaakt. Maar dat terzijde. Hij is niet zo koud. Gaan we nu de kaas testen. Het is ook wel echt warm hoor, dat wel. Gewoon hele chille kaas. Ik vind best wel veel trouwens. Dit is echt heel lekker. Voor mij is het gewoon echt puur ei. Misschien wel melk en zout zit erin. En peper. Voor wat ik kan proeven. En dit is echt lekker. Het is wel echt veel trouwens. Het past niet eens op mijn bord. Dus het past wel. Maar... oké, dit is jam van de Ruiter. Nou, dit zijn gewoon echt van die croissantjes die je ook bijvoorbeeld als je in Albert Heijn croissantjes koopt die je zelf wil afbakken, dat is dit. Dus niet een croissantje die je in Albert Heijn koopt die in zo'n bak ligt, maar echt eentje die je thuis afbakt. Weet je, die zijn wel wat minder lekker, maar oké. Okay. Ik ga even mijn ontbijtje opeten en dan kom ik straks bij jullie terug voor mijn oordeel. Tummy's a little empty, I realize. Vandaag hebben we het Hema ontbijtje en je krijgt een cappuccino en dan echt gewoon een lekkere vers gezette cappuccino, dus dat is wel echt top. En een glaasje verse jus d'orange. Het komt uit van die vers geperste flesjes, volgens mij is het al echt vers. Wel klein, maar wel lekker. En best wel lekker croissantje. Beetje zoals je gewoon een keer Albert Heijn zou halen, hij is niet meer warm. Maar wel, het ziet er wel knapperig uit. En
halve pistoletje met een omeletje. En ik heb dan voor 25 cent extra heb ik 2 plakjes bacon erbij gedaan. Ik dacht, ik kan die ook proeven. En je had bijvoorbeeld ook nog pancakes. En had je voor een euro had je 2 pancakes. Maar dit is een 2 euro menu. En ik heb nu 25 cent extra betaald. Dus 2,25. En een jam voor het croissantje. Dus laten we eerst eventjes de koffie gaan proeven. Oké, de koffie is echt heel erg lekker. Dit is echt een lekkere, goede koffie. En je mag trouwens ook ijskoffie, had ik gevraagd. En ook gewoon thee en zo. En de sap is ook echt heel lekker. Een beetje vruchtvlees zit er niet zoveel. Maar het smaakt echt best wel lekker vers. En nu het eitje. Oh, mijn bacon is echt super zout, maar dat is meestal. En mijn stukje van het eiproever. Lijkt een beetje op het eitje van IKEA. Maar het smaakt wel wat verser, wat luchtiger, wat meer opgeklopt. Van IKEA was echt maar zo'n fijn gestampt ei. En dit smaakt... Ik weet niet of het vers is, maar het smaakt wel alsof het zeg maar, vandaag gebakken is. En alsof het ook echt luchtig geproefd is en zo. Dat is wel lekker. En het pistoletje is gewoon echt het simpelste van het simpelste. Niet heel vers of zo. Waarschijnlijk wel gewoon net afgebakken. En nu de croissant. Ja, en croissantje is ook echt lekker. Veel lekkerder dan van IKEA. Ik blijf bijvoorbeeld die van de Albert Heijn zo lekkerder vinden. Maar hij is echt wel oké. Ik ben echt positief verrast. Dit is echt chill. En voor maar 2 euro. 2,25 met bacon. Het is trouwens ook gewoon een buffet. En ik was iets naar tuna en het was er nog. En ik zit dan nu hier in Almere. Met een mooi uitzicht. Superleuk. Het sap is echt lekker. Ik wou dat het groter was. Maar hoe chill. En koffie en sap. Nou, top. Dank je. Oh no, I'm going to be. Hey jongens, het is nog voor 11, 11:15, we zijn bij McDonald's. Ik ga nu door de drive rijden. Goedemorgen, welkom bij McDonald's, met je bestelling. Goedemorgen, ik wil graag gewoon dat McDonald's ontbijtje. Ja. En wat heb je daar voor keuze nog in? Ik ben met bacon, zonder bacon, met sausage. Kijken, een complete and then met koude warme drank en een croissantje. Ja, ik wou gewoon zeg maar, hoeveel kost het? 2,95 toch? Ja, klopt. Ja, en dan, maar als je er bacon bij doet, kost het extra denk ik? Nee. Oh, dus je kunt bacon of? Ja, maar sommige mensen willen geen bacon, dus het is zeg maar alleen ei. Oh, dus je kunt, oké, dan wil ik wel met bacon? Ja, gewoon los toch? Nou, erop zit dat of niet? Nee, je kunt het ook in een combi nemen met een drankje erbij. Als je een drankje bij wilt, een cappuccino, een jus d'orange, dan is het €3,50. Dus zeg maar een combi, een muffin en een drank, naar keus. En wat voor sap wil je? Appelsap, jus d'orange. Oh, smoothie. Kan je ook een smoothie? Ja, je kunt ook een smoothie. Oh, doe dan maar een smoothie, sorry. Dat was hem. Ja. Wordt dan totaal €3,50, mag je door naar Antwerpen. Dankjewel. Oké, dus wil je zeg maar een croissantje en een koude drank en een warme drank, dan is het €5,50. Nou, dat wilde ik niet. Ik wil gewoon echt de goedkoopste ontbijtjes eigenlijk testen. Ja, bij IKEA was het dan ook niet de allergoedkoopste, maar de €3,50 al prima. Het is zo'n smoothie. Het is best wel chill. Verse aardbeibanaan smoothie. Ik heb nog nooit een IKEA ontbijt, nog nooit een Hema ontbijt en nog nooit een... Ik heb het allemaal nog nooit geprobeerd. Maar hier kan ik me echt niks bij voorstellen, dus... Hij betaalt dus... Hij betaalt maar 55 cent extra voor dit. Dat is wel heel chill. Hij is heel lekker. Net als die van de Appie. Ja, ik vergelijk alles met Appie. Maar die smoothie er bij me aan. Exact. En je komt dus ook appelsap. Volgens mij is dat van dat merk. Sinaasappelsap. Heel lekker. Oh, het is best wel licht. Dit is de McMuffin. Oh, het ruikt echt naar ei. Ik weet niet wat ik me ervan moet voorstellen. McMuffin, bacon en egg. Die komt haast ook alleen ei natuurlijk. Oké, dit vind ik al wel, het is dan net pech, maar dit vind ik best wel een tegenvaller. Want het lijkt net iemand er een hap van heeft gegeten eigenlijk. Oh, het ei ziet er best wel chill uit. Met bacon, 2 plakjes en cheddar kaas. Mmm, dit is heel lekker. Hier is het deelje. Mmm, lekker. Maar het is lekker joh. Mmm, het eitje is echt vers gebakken hoor. Check die deelje, perfect. Ik vind deze heel lekker. En deze... Het is heel lekker jongens, dus je krijgt wel echt wat minder vind ik.
Maar het broodje smaakt super. Zoals die andere broodjes, zeg maar, een beetje koud zijn. En wel afgebakken, maar daarna gewoon, weet je, ligt het er al minstens een uur. Is het echt gewoon lekker warm, lekker soort. Niet sponsig trouwens, helemaal niet sponsig. Maar wel sponsig qua lekker, weet je. Ja, squishy of zo, maar niet vochtig. Super lekker die kaas. Super lekker eitje. Echt heel lekker eitje. Echt heerlijke dooier. Lekker rond, lekker fluffy ook. Lekker dik. En dan die bacon erop. Echt heel lekker. Ja, ik vind dit. Qua smaak vind ik deze het lekkerst. Maar bij die andere krijg je natuurlijk wel gewoon veel meer. En ik vind de smoothie ook top. Dus ik ben wel fan. En deze smoothie is echt heel lekker. Oké, leuk. Ik vind het echt een leuke serie. Mom says the most important meal. Can't wait. Goedemorgen jongens, sorry voor dit. Echt, het is ochtend, dus ik had geen tijd. Ik ben nu bij de Intratuin. En daar heb ik een ontbijtje voor €2,95. En ik heb een cappuccino gekregen. Gewoon een kleine cappuccino, wel met lekker schuim. En een koekje. En mijn ontbijtje wordt zo gebracht, dus ik ben benieuwd. Oké, dit is het ontbijtje. Een koud pistoletje, een koud croissantje, wel knapperig. Een eitje die al voor je gepeld is, dus ik weet niet, moet je van houden. Een boter, jam, een plakje ham en een plakje kaas. Oké jongens, het is hier zo stil dat ik echt niet durf te praten. Het croissantje voelt heel knapperig. Dit is tot nu toe wel het beste croissantje. Ja, ik vind het echt het beste croissantje. Oh my god, mijn hoofd. Echt heel lekker. Het croissantje is gewoon echt super lekker. Ja, net als die van de appie een beetje gewoon. Die vind ik wel lekker. Knapperig. Gewoon roomboter smaakje. En de jam is ook heel lekker. Oké, de koffie vind ik echt niet lekker. Want het smaakt eigenlijk alleen maar melk met een heel klein beetje koffie. Dus dit is geen goede sterke cappuccino. Ik moest trouwens wel echt 5 minuten wachten of zo voordat ze mijn ontbijt kon brengen. Dus dat vind ik wat minder. Omdat ik gewoon het ook zelf had kunnen pakken. Want het is in principe daar gewoon aan het lopen moment. Oké, dit kost alles constant echt goed. Het broodje is sowieso echt wel net afgebakken. Het is niet meer warm, maar het is wel heel lekker zacht. Ik ben heel benieuwd hoe het eitje is. Oké, die is heel hard. Het is wel gek, want je hebt zeg maar. Dit is zeg maar je hele bord. Dus je hebt niet nog een los bord. Wow, veel eiwit. Oké. Hard gekookt, maar niet te hard. Dus daar ben ik blij mee. Ik bedoel, ik denk dat ieder mens die van ei houdt dit wel lekker vindt. Ik ga even kijken of ik zelf een peper kan vinden. Yes. En dit vind ik echt gewoon lekker. Gewoon echt een lekker broodje ei. Oeh. Lekker. Het is echt lekker. Dit is gewoon super simpel. Maar ik vind het wel echt lekker. Ham, lekker kaas, lekker. Het broodje is ook echt gewoon lekker. Oké, ik stuur dus in de auto nog wel even eten op. En kom nog even bij jullie terug. Hoi jongens, ik vind het zo erg dat ik op dit hoofd de video opneem. Maar ik was wel positief verrast. Want ik kwam hier en toen dacht ik dat het best wel lekker zou zijn. Toen kreeg ik dat bord voor me en toen dacht ik, ik vind het er niet zo lekker uitzien. Laat even weten wat jij vond toen je het zag. Maar toen ging ik het proeven en echt de croissant was heel lekker knapperig. Ik kon daar gewoon niet zo goed praten, want het was zo stil. Echt lekker knapperig, gewoon echt. Ik zou hem niet echt per se lekkerder kunnen inbeelden. Gewoon echt een lekkere croissant. Jam was heel chill. En dat pistoletje, die was gewoon niet meer warm. Maar hij was duidelijk echt wel vers afgebakken. Het is echt lekker dat er een beetje ja, zacht deeg nog in zit en zo. Hou ik wel van. En die plak ham en kaas vond ik ook gewoon heel lekker. Want dat samen vind ik super chill. En als je vegetarisch bent, zou je vast wel 2 plakken kaas kunnen krijgen. Nou, kuipje boter, dat eet ik dan niet. En het eitje was best wel prima. Ik bedoel, ieder mens die ei lust, of je nou houdt van hard of zacht. Ik denk dat iedereen dit wel zou lusten. Het was gewoon nog geel. Of ja, geel, maar... niet meer smurrie of zo. Dus gewoon prima. Zout en peper. De koffie was wel echt goor. Echt goor. Want het smaakte gewoon naar melk. Lekker schuim. Maar er zat gewoon geen koffie in. Dus ik heb niet het gevoel dat ik koffie heb gehad. Maar de thee zag er heel chill uit. Lekker grote koppen thee. Veel theezakjes. Van die mooie suikers en zo. Dus ja. En het was wel jammer dat ik echt even moest wachten. Want ze ging gewoon andere dingen doen. Terwijl het eten lag voor mijn neus. Ik kon het zo pakken. Dus dat was wel minder. Want daardoor ben ik nu ietsjes te laat. Voor ik moet nu dus naar een afspraak. Maar ik ben wel blij. En ik zit voor nu ook wel vol. Ik had niet meer hoeven eten. Dus voor een ontbijt vind ik het goed. Ja, alleen bij IKEA krijg je voor hetzelfde geld dus ook zalm en zo. Ja, oké. Als laatste
Gisteren ben ik in een Laplace en ik dacht dat het ontbijt 3 euro was. Ik weet niet, volgens mij had ik dat ergens gelezen. Maar het is 4,75. Dus dat is best wel aan de prijzige kant. Want voor de dag kun je ook gewoon een groot broodje halen, zeg maar. Maar heb je er geen drankje bij. Ik zal even laten zien wat het is. Het is wel heel erg lekker. Toen ik het zag, dacht ik van, oh jeetje, klein. Maar toen dacht ik, zag ik ineens van, oh, dit is die bekende roomkaas, zeg maar. Die tonijnsalade. En dit zijn echt mijn favorites van Laplace. Het croissantje is super klein. Je mocht zeg maar 6 dingen kiezen. En bij die 6 dingen kon je kiezen uit roomkaas, tonijnsalade, kaas, een croissantje, deze broodjes. En dan, ik ben met Suzanne, mijn nichtje, daarachter staat nog een jam. Dus ik zei van, dan pak ik de kaas. Normaal zou ik niet voor de kaas kiezen. Zou ik waarschijnlijk nog een van deze kiezen. Maar dan kunnen we alles voor jullie proeven. Dus ook de kaas en de jam. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan kon je kiezen voor een cappuccino of een thee. En mocht je een latte macchiato of iets willen, dan was het 50 cent extra. En een lekkere verse jus. Niet heel groot, maar ziet er wel heel lekker uit. Dus we gaan nu lekker proeven. Oké, jongens. Gaat chill. Dan kunnen jullie zien wat ik eet. Ik ga beginnen met sinaasappelsap. Het licht is hier trouwens echt verschrikkelijk. Oké, het smaakt super vers. Maar toevallig is hij nu... Je proeft zeg maar dat de sinaasappels toevallig net niet heel lekker zijn. Het is niet echt zuur, niet echt zoet. Een beetje zo moi. Maar dat ligt gewoon aan de sinaasappels, want het is wel echt heel vers sap. Het is echt goede koffie. Ja. Ik denk ook wel echt dat alles heel lekker gaat zijn. De koffie is echt goed. Ja, het is een hele lekkere cappuccino. Op zich is 5 euro voor een ontbijt niet heel duur. Maar in vergelijking met Ikea is 1 euro. Eigenlijk wil ik geen kaas. Kijk, je hebt bijvoorbeeld kaas. Of dit. En dit is echt veel chiller. De croissant. Use your jelly. Oh, mag ik de jam? Ja. Was er geen boter, trouwens? Nee. Oké. Dit is de jam. Ziet er best wel lekker uit. Het croissantje ziet er ook lekker uit, maar het is echt super klein. Maar op zich, het is wel een goede hoeveelheid ontbijt. Want al die andere ontbijtjes was eigenlijk heel veel. Die bij Ikea en zo. Geproefd? Oh. Ja. De jam is lekker. Ik denk nu zeg maar al van... Oh, ik wil niet dat het op is. Want ik het zo lekker vind. Een beetje zuur. Ja. Het is wel echt goede jam. Het is niet McDonald's jam. Dit is zo lekker. Op zich vind ik het wel heel leuk dat je op deze manier... Ja, een beetje een soort tapas idee hebt, zeg maar. Zo lekker. Dit is trouwens de thee. Dat is ook best wel groot. En er waren meerdere smaken. Flavors? Ja. Zulke theezakjes. Oké, nu ga ik de tonijn. Die tonijnsalade vind ik hier zo lekker. En jongens, ik moet echt zeggen. Dit is de eerste keer dat ik bruin brood kan kiezen. En dat je ook gewoon niet per se zo'n grote croissant hoeft te eten. Vind ik persoonlijk wel heel fijn. Die jam is echt heel lekker. Die tonijnsalade en die roomkaas, die zijn gewoon super lekker. Dat is echt bekend van Laplace. Jus is vers, koffie is lekker. Dus ook niet zo mega veelheid. Ik vind het tot nu toe wel, denk ik, echt voor mij gaat hier wel de voorkeur naar uit. Maar ik ben ook echt niet van het witte brood. Ik ga nu nog even daar. De kaas ziet er niet heel bijzonder uit. Maar wat je kunt kiezen vind ik ook wel heel fijn. De kaas vind ik niet heel lekker. Echt niet bijzonder. Gewoon. Niet zoveel smaak. Ik denk dat hij iets meer smaak heeft dan die vorige kaas die ik had bij Intratuin ofzo. Maar ik geniet er echt van. Oké, jongens, ik vind het echt heel erg lekker. Jullie zien me straks nog wel met mijn eindreview. Dan ben ik hier terug met het eindoordeel. Ik heb een soort van checklist afgewerkt. Dus die ga ik gewoon met jullie doornemen. Laten we beginnen bij Ikea. Een luxe ontbijt voor 3 euro. Kreeg je een sapje? Ja. Kreeg je koffie of thee? Nee. Wel met je family card kun je dat gratis krijgen in principe. Maar het zat er niet bij. Was het vers? Ik dacht van niet. Ik weet dat bij Ikea veel te vroeger komt. En de smoothie vond ik ook niet echt vers maken. Was ik voldaan? Zeker. Het was hartstikke veel. En bij het 1 euro ontbijtje zou je een croissant, een keizerbroodje, een hardgekookt eitje, een plak kaas, jam en boter en thee of koffie krijgen. Dus die is echt wel heel erg voordelig ook. Dat was dan de Ikea. Dan gaan we nu door naar Hema. Je kreeg een ontbijtbuffetje voor 2 euro. En je kreeg dus sap en koffie of thee. En je mocht ook kiezen uit ijskoffie. Ik dacht dat het best wel vers was. Was ik voldaan? Ja. Dan over naar McDonald's. Een ontbijtje voor 3,50. Het was nog een beetje verwarrend. Ik snapte er niet zoveel van. Dus je krijgt sap en geen koffie of thee.
Nou, wil je wel koffie of thee, dan heb je €5,50 en dan krijg je ook een croissantje erbij. Als het goed is heb ik voor jullie dat erin geplakt, maar ik ben nog even teruggegaan en ik heb met mijn telefoon gefilmd. En ik wilde dat toch testen, aangezien ik echt overal een croissantje had. En mijn eerste indruk was van wauw, lekker donker croissantje, knapperig. Lekker roomboter, ik dacht dat vinden mensen lekker. En toen dacht ik eigenlijk, ja het is gewoon heel vet. Hij was ook heel erg slap, dus eigenlijk vond ik het geen goed croissantje. Hij was te vet en daardoor werd hij denk ik ook zo slap. Ondanks dat de buitenkant wel lekker knapperig was. En toen heb ik dus ook de koffie getest en die vond ik niet heel erg boeiend. Niet heel slecht, niet heel goed. Een prima koffie. Vond ik het vers maken? Ik vond het dus vers maken. Het sapje smaakte vers. En ik weet dat zo'n burger niet echt vers is, maar het smaakte heel lekker. En het eitje vond ik echt de lekkerste eigenlijk. Ik was niet mega voldaan. Ik denk dat het voor gemiddeld iemand wel oké is, maar zo'n wit muffinbroodje is niet super vullend. En als extra's kan je ook nog scrambled eggs met bacon en muffinbrood krijgen. Pancakes met stroop en Nutella, croissant met boter, jam Nutella, yoghurt met muesli en vers fruit. Dus dat zijn ook nog opties die je daar hebt. Dan de intratuin. Wat kreeg je? Een ontbijtje voor €2,95. Geen sap dus, wel koffie of thee. De koffie was heel erg slecht. Echt, ik denk dat het eraan ligt hoe het gezet is. Ik heb ook vernomen dat bij intratuin het nogal eens kan liggen aan het filiaal waar je bent. Ik vond het wel redelijk vers maken. Het tijdstip is voor mij onbekend. Het was dus geen buffet, je moest erop wachten. Dus het lag wel voor je neus, maar je kon het niet zelf pakken. Ik was wel voldaan. Verder hoor je natuurlijk gewoon in de beelden wat ik ervan vond. Dan als laatste Laplace. Dat was €4,95. Best wel duur, een ontbijtje. Je kon 6 keer minis pakken. Dus je kon daarvoor kiezen hoeveel broodjes je wilde, hoeveel croissantjes, hoeveel van het beleg. Nou, in ons geval heb je dus gezien wat er was. Maar ik heb gehoord dat je ook buffets hebt waarbij je nog vers fruit kunt krijgen en zo. Maar ik vond het wel heel erg lekker. We hadden dus koffie die heel erg goed was. En het sap was heel erg lekker. En het beleg was gewoon echt typisch Laplace beleg. Dus dat vond ik super lekker. Die roomkaas en die tonijnsalade. Het smaakte heel erg vers. En ik was zeker voldaan. En ik heb er ook echt van genoten. En ik zou die denk ik ook als eerste weer een keer nemen. Zo'n omeletje van de IKEA en de Hema vind ik gewoon niet heel lekker. Zo'n geplet. Ik vond het eitje van de Mackie gewoon heel lekker. Een gekookt eitje vind ik dan ook nog best wel chill van de intratuin. Ik vind het gewoon jammer dat er zo weinig keuze is voor verser of bruiner brood of zo. Wat gezonder brood. Maar verder, ik zou denk ik het minst snel naar de IKEA en de intratuin gaan. Dat denk ik. De intratuin was de koffie gewoon echt te bagger. En IKEA is gewoon, het is gewoon niet echt vers. Dan eet ik gewoon wel thuis een ontbijtje. Het eerste zou ik gaan naar Laplace. En dan denk ik naar de McDonald's en de Hema. Dat denk ik. Goed. Dat was ongeveer mijn oordeel. Ik hoop dat jullie deze video heel erg leuk vonden, dat jullie er wat aan hebben gehad. Ik geef misschien niet een hele duidelijke voorkeur, maar je hebt gewoon helemaal kunnen zien hoe het eruit ziet. En wat mijn mening was, dus ga zeker lekker zelf een ontbijtje proberen. Heb je nog tips voor leuke video-ideeën of ontbijtjes? Sorry, laat het even weten. Vergeet geen like te geven. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk tot ergens volgende week met een nieuwe weekvlog. Doei! Because I know by eating my fruit. Shine, kid.